Hoi, ik ben Judith en ik woon in Amsterdam. Ik woon vlakbij deze bibliotheek in de Indische buurt. En ik lees heel graag thrillers, spannende boeken. En daar ga ik altijd op af. En Soraya Vink, die kom ik ook op de tafel tegen, want ik kijk altijd bij de nieuwe boeken. En dit is een nieuw boek uit 2019, dus ik dacht, dan heb ik die waarschijnlijk nog niet gelezen. Dus heb ik deze mee naar huis genomen. Ze schrijft heel goed, blijft boeien. Het gaat over dat zij bij de politie werkt en haar broer is crimineel. En ze gaat undercover om haar broer te onderzoeken. Dus is dat een machtsstrijd van en bij de politie en undercover werken. Dus twee verschillende werelden. Ja, ik vond het een heel goed boek, heel spannend. En ik hoop dat ze nog meer boeken gaat schrijven. En ik hoop dat ik de naam ga onthouden, want ik lees heel veel verschillende boeken.